Kwadratische vergelijkingen, enzymen, spankrachten. In mijn bijna 6 jaar op de middelbare school heb ik veel geleerd. Ik heb de meest saaie boeken moeten lezen, heb hele complexe wiskundige formules geleerd die ik nooit meer in mijn leven ga gebruiken en heb honderden woorden moeten stampen die ik na een week weer vergeten ben. En dit alles heb ik gedaan om maar 1 reden. Dat prachtige VWO-diploma. De sleutel tot een goed en welvarend leven in onze maatschappij. En om die diploma te halen heb ik en alle andere VWO-leden namelijk op maar 1 ding echt moeten letten. Namelijk de cijferlijsten. Het is daarom niet echt verrassend dat elke keer als er een opdracht komt, onze eerste vraag is of het voor een cijfer is of niet. En van cijfers zijn er echt heel veel. Gemiddeld krijgt elke VWO-leerling ongeveer 102 cijfers per schooljaar. En om die cijfers een beetje goed uit te laten zien voor ons en voor onze ouders, moeten wij heel veel gaan werken. Keihard en keihard. En daar ervaren wij ook echt de gevolgen van. Namelijk, in de laatste 20 jaar is de stress onder leerlingen verdrievoudigd, is de markt voor het geven van bijles 10 keer vergroot en zijn er zelfs burn-out klachten bij tussen de 4 en de 8% van de leerlingen. En dit gebeurt natuurlijk niet allemaal omdat wij zo graag willen leren wat enzymen zijn of zo erg geïnteresseerd zijn in de taal Duits. Dit gebeurt niet door motivatie, die ook al heel erg omlaag is gegaan de laatste tijd. Nee, dit gebeurt vooral door werkdruk. Werkdruk die wij overal om ons heen ervaren en die jaar in jaar uit alleen maar groter wordt. Van onze ouders, van onze school en ook van sociale media. Vroeger gingen leerlingen naar school omdat ze het ook echt wouden. Ze wouden leren en ze wouden ook de wereld om hen heen verkennen en meer daarover te weten te komen. Vroeger lazen leerlingen ook boeken voor hun plezier. Vrijwillig, kan je je dat voorstellen? Tegenwoordig is er maar 1 reden waarom we naar school gaan. Omdat het moet.